Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag heb ik voor jullie een mega Shein shop vlog. En het is een beetje herfst gerelateerd. Dus als je er heel veel zin in hebt, zou ik het heel erg leuk vinden dat je een duimpje omhoog doet en abonneert op mijn kanaal. Want ik zag de laatste tijd ook dat 50% van mijn kijkers niet geabonneerd is. Dus ik zou het echt heel erg leuk vinden als je even abonneert en een leuke reactie achterlaat. En dan gaan we snel beginnen met de video. Als eerst heb ik deze hele grote doos. Ik heb hier ook nog een deel in een zak. En ik heb al best wel vaak zelf gewoon bij Shein besteld. En ik heb deze keer een samenwerking voor jullie. Dus deze items heb ik opgestuurd gekregen. Maar ik krijg er niet voor betaald. Dus ik geef gewoon altijd oprecht mijn eerlijke mening. En ik ben zelf heel erg tevreden over Shein. Dus daarom ben ik de samenwerking ook aangegaan. Er staan best wel veel Shein video's van mij online. En ja, ik vind het gewoon heel erg leuk dat ik nu ook een keer mijn eigen kortingscode heb. Dus die zal ik nu in beeld zetten. En natuurlijk alles in de beschrijving. Alle linkjes, de kortingscode, alles. Volgens mij is het JanetteX15. En dan krijg je 15% korting. Dus dat is ook best wel veel. Zeker voor Shein. En ik denk dat we maar gewoon gaan beginnen. Want ik kan echt niet wachten. Ik moest namelijk ook wachten op het andere pakketje. Dus ik ben de hele tijd al aan het wachten tot ik deze kan openmaken. Ik heb ook wel een klein beetje gekeken naar trends. En wat nu een beetje in is. Dus dat kan je ook wel terugzien. Er zit echt mega veel in. Hij is helemaal gevuld. En ik ga het één voor één laten zien. Ik moet nog even nadenken of ik ga praten bij de aanbeelden. Of dat ik het gewoon even los ga zien. Maar dat weten jullie nu al. Ik ga in ieder geval alles aantrekken en het gewoon een beetje stylen. Ik ga het gelijk even openmaken. Normaal heb ik altijd gewoon een S. En qua broeken een M. Dus of een 36 of een 38. Dat verschilt een beetje. Als eerst heb ik een heel erg leuk jasje. Ik had deze al voorbij zien komen. En ik vond hem echt mega leuk. Het is een soort spijkerjasje. Maar dan een wit jasje. Heel erg leuk. En op de achterkant zitten franjes. Helemaal leuk. En je ziet dus ook dat de laatste tijd dit heel erg in is. Dus ik dacht, deze wil ik ook heel erg graag hebben. Ik heb hem besteld in een maatje S. Hij is best wel kort. Maar ik ben ook niet zo groot. Maar hij is wel al best wel oversized. Zoals ik zie. Als je snapt wat ik bedoel. Bij de mouwen bijvoorbeeld. Oké, ik vind dit jasje zo, zo leuk. Het is ook echt een heel erg leuk model. Dat hij juist wat hoger is. En die achterkant. Ja, ik vind hem echt heel erg leuk. En zeker boven deze spijkerbroek. Echt top. Als tweede. Oh ja, ik weet al wat dit is. Hele mooie kleur. Een cardigan vestje. En ik zag deze en ik vond deze zo leuk. Ik heb er al een aantal. Maar ik vond deze lichtblauwe kleur heel erg mooi. En de knoopjes zijn een beetje bruin, een beetje beige. Vind ik ook heel erg leuk. En hij is dus ook niet heel erg kort volgens mij. Dus dat vind ik ook mooi. En wat ik dus heel vaak doe is er van die hemdjes die ik van Shein heb. Ook bijvoorbeeld dat zebra hemdje heb ik ook van Shein. In mijn vorige video's had ik die best wel veel aan. En dan vind ik dat heel erg leuk om eronder te doen. Dus dan kan ik hem open dragen of een beetje zo over mijn schouder. Nou, dit vestje zit echt heel erg lekker. Hij is en heel erg zacht en een beetje oversized, wat ik heel erg leuk vind. Dus je kan hem ook nog een beetje zo over je schouder dragen. Sorry voor het slechte licht. Dan het volgende item. Dat is een hele leuke jas. Of ja, meer een herfstjas. Je kan hem ook als vest dragen. En dat is namelijk deze. Ik vind hem echt heel erg leuk. Ik hou echt van dit soort basic jasjes die je overal overheen kan doen. Ik heb deze ook besteld in een maat S, ja. En hij ziet er best wel oversized uit, dus daar moet je rekening mee houden. Ik zie het zo meteen natuurlijk bij de aanbeelden. Maar ik vind gewoon de kleuren zwart, grijs en wit heel erg leuk. En deze jasjes waren toen heel erg in, maar toen meer in het groen en in het blauw volgens mij. En ik vind het wel heel erg leuk dat ik hem nu met deze kleur heb. Dan past hij ook bij heel veel dingen. Maar de stof is heel erg dik. Dit is het jasje. Je kan hem dus ook open dragen en dan een leuk hemdje eronder doen. Maar je kan het helemaal zo zelf combineren. Hij is best wel een beetje oversized. Wat ik heel erg leuk vind, maar daar moet je wel rekening mee houden. En ik vind het ook heel erg leuk dat de mouwen een beetje groot zijn. En ja, het is eigenlijk gewoon een perfect jasje voor het weer nu. Tot nu toe ben ik echt heel erg tevreden. Het volgende. Dat is namelijk een broek. En ik heb nog nooit volgens mij echt een spijkerbroek besteld op Shein. Maar ik dacht, ik moet het gewoon een keertje proberen. Want dan weet ik ook een beetje hoe de maten vallen. En ik vond het ook wel leuk om een beetje verschillende dingen te bestellen. Wat ik heb gedaan is, ik heb de broek wel in een 38 besteld. Zodat ik zeker weet dat die past. Ik heb liever dat hij iets te groot is en dat ik een riem eromheen moet doen.
dan dat ik hem helemaal niet pas. Het is eigenlijk een best wel basic broek. Het is wel een beetje een mom jeans, want hij is best wel groot en hij heeft best wel wijde pijpen. En hij heeft dus wat gaten en dat vind ik heel erg leuk. Bijvoorbeeld op de knieën en hier zo. Ik denk dat je dit ook in de aanbeelden wat beter kan zien. Deze heb ik dus in een maat 38. En hij voelt echt heel erg stevig aan. Dus dat is heel erg fijn. Dan het volgende. Ik moet ook echt even nadenken wat ik ook weer allemaal had besteld. En dat is iets wat helemaal in is. Ik heb het nu ook aan. Zo'n Spencer. Deze is heel oversized. Die is van de Primark. En ik had er dus al één besteld op Shein. Alleen omdat ik het zo leuk vond wilde ik het al eerder hebben. Dus ik had het al eerder gekocht. Ik heb deze ook in het grijs. Maar ik heb het over deze. Ik vind deze echt heel erg leuk. In het grijs draag ik hem ook heel erg vaak. En deze is dus niet echt oversized. Ik heb hem in een maatje 36. Maar ik vind hem wel heel erg leuk. Omdat hij zo'n soort gevlochten patroon heeft. Ik denk niet dat dat heel goed overkomt. Omdat hij ook in het zwart is. Maar ik vind dat echt heel erg leuk. En de kwaliteit voelt ook prima aan. Het is een dik stofje. En ik vind het dus en heel erg leuk om met een blouseje te dragen. Maar ook heel erg leuk omdat deze dus niet zo oversized is. Om hem gewoon met een wit t-shirt te dragen. Dit is de zwarte Spencer. Ik heb hem nu gewoon met een wit shirtje aan. Maar ik kan er dus ook een blouseje onder doen. Je kan alles eronder dragen wat je wil. Hij is dus wel wat kleiner. Maar dat vind ik dus ook wel leuk. Dat hij niet te oversized is. En ik vind dit gewoon heel erg mooi. Dat je hier dit hieronder nog ziet. Heel erg fijn. En ik heb deze ook al in andere kleuren. Een beige item. Even nadenken hoor. Wat het is, is eigenlijk ook een beetje zo'n herfstvestjas. Wat je een beetje over je kleding aan kan doen. Hij is in het beige, maar ik vind hem wel een beetje aan de roze kant. Of valt het wel mee? Nou, het valt mee. Misschien komt het ook niet zo goed over op camera. Maar ik heb dus zo'n blouse eigenlijk, wat ze ook heel erg veel bij de Zara hebben. En deze heb ik dus van Shein. Ik vind hem wel best wel een beetje dun. Dus het is zeker geen jas. Het is echt gewoon meer om ergens overheen te doen. Wel heel erg leuk. Ik heb deze in de maat 36. Het is best wel oversized. En ze hadden deze echt in mega veel kleuren. Eigenlijk alle items die ik nu heb, hadden ze ook wel in heel veel andere kleuren. Dus zeker de moeite waard om even te kijken. Hier hangen wel ook wel best wel veel draadjes aan. Dat had ik bij de andere items niet. Maar hier valt het me wel op. Wel zilveren knopen, dus dat vind ik heel erg leuk. En ik vind het ook leuk om weer even iets beige te hebben. Want ik vind die trend met beige heel erg leuk, maar ik heb nog niet zo heel veel. Oké, hier is het soort van vestje. Toen ik hem openmaakte was ik niet zo enthousiast. Maar ik vind hem echt heel erg leuk. Ik heb er nu een bandeau top onder. En ik vind de kleur eigenlijk heel erg leuk. Heel erg blij mee. Hij is wel dus best wel oversized. Maar heel erg leuk. Dan heb ik nog iets anders heel leuks. Nou, wat ik heel erg leuk vind is van die leren blazers. En van die leren jasjes vind ik ook heel erg leuk. En toen zag ik deze. Hij is echt heel erg zwaar. En deze vond ik echt heel erg vet. Hij is gewoon zwart leer met zilveren knopen. En ik had deze in een maat S. En dit is wel echt een jasje om dicht te dragen. Maar wat ik dus heel erg leuk vond, ze droeg hem ook als een soort jurkje. Ik denk dat hij misschien iets te kort daarvoor is. Moet ik even naar kijken. Misschien kan ik er anders een broekje onder doen. En er zit dus ook een riempje bij. En dat vind ik ook heel erg leuk. Zodat het om je taille eigenlijk wat strakker zit. Want anders is het echt zo'n zak, zo'n vuilniszak. Zeker omdat het zwart leer is. Maar de kwaliteit voelt heel erg goed. Oké, ik vind hem echt heel erg leuk. Dit riempje is wel heel erg nodig. Want anders is het wel echt een beetje een zak. Hij moet nog een beetje soort van uitgelopen worden. Hij is nu nog een beetje kreukelig. Maar ik vind hem open ook heel erg leuk. En ik heb er nu gewoon een bikershort onder. Maar je kan er eigenlijk onder dragen wat je zelf leuk vindt. Dan is de doos leeg. En dan heb ik ook nog een zak met spullen. Als eerst zie ik deze. En dit is nog een Spencer. Nou, ik heb er genoeg in ieder geval. Het is namelijk deze. Deze is best wel bekend. Je ziet die ook heel veel bij de Zara. En ik zie me ook heel erg veel op Instagram voorbij komen. Hij is dus met wit en zwart. Ik vind deze heel erg leuk. Voor over een blouse, maar ook gewoon om eigenlijk met een wit of zwart shirtje eronder. Vind ik hem ook heel erg leuk. Hij heeft dus een beetje zo'n V. Dat vind ik ook mooi, zodat dit er een beetje bovenuit komt. Ik had deze ook in een maatje S. Oké, en dit is de Spencer. Ik heb er gewoon even een zwart shirt onder gedaan, want dat vond ik wel leuk te uitzien. Met een blouseje is ook heel erg leuk. Ik heb er nu een leren broek onder. En ik vind hem heel erg leuk. Hij is wel best wel oversized, maar dat vind ik dus ook wel weer
iets hebben. En ik vind het heel erg leuk dat dit zo zit. Heel erg blij mee. Dan heb ik nog een heel erg leuk hemdje. Ik verkoop hier heel vaak hemdjes. Oh, hij is wel heel erg klein. Maar dat vind ik heel erg leuk onder van die wikkelvesten. Of bijvoorbeeld met zo'n lang vest dat er dan zo overheen kan. Deze is wel heel kort. Maar meestal bestel ik wel mijn hemdjes op Shein. En ik had nog niet echt een grijs hemdje. Dus ik dacht deze is wel heel erg leuk voor onder een zwart vest. Oké, dit is het hemdje. Het is eigenlijk gewoon een heel basic hemdje. Hij is wel heel erg fijn. En hij komt dus wel boven je navel. Dus daar moet je rekening mee houden. Dan heb ik nog een tasje. En bij deze wist ik het niet zo goed. Het was eigenlijk gewoon meer een gokje. Hij was ook echt heel erg goedkoop. Volgens mij had ik hem voor 8 euro. Nou ja, ik had hem nu gratis, maar hij is 8 euro. Heet dit zo'n baguette tasje. En ik heb hem dus in het wit. Dat had ik eigenlijk nog niet. Ik heb altijd heel veel zwarte tasjes. En allemaal dat soort dingen. Dus ik dacht, ik ga dit gewoon proberen. En hij is zo van dat gladde. Beetje van dat glimmende materiaal. Hij ziet er, als ik eerlijk gezegd ben, best wel goedkoop uit. Ik vind het wel mooi dat hij zilver is. Maar ik vind ook dat het handvat, noem je dit? Het handvat? Ja. Best wel kort is. Ik denk, ja. Het is best wel klein, als je snapt wat ik bedoel. Dus het is misschien prima voor een foto of je outfit een beetje af te maken. En ja, zo mijn camera zou hierin passen en mijn telefoon denk ik wel. Maar de kwaliteit is niet het allerbeste. Laten we het daarop houden. Er zit wel een zakje bij en hij ziet er wel nog prima uit. Geen beschadiging of iets. Dan het volgende. Oh, viel er iets vanaf? Oh nee, een extra knoop zit erbij. Dat is fijn. Wat het is, is een vestje. Wacht, ik moet het even goed laten zien. Anders snap je het niet. Oh, die is wel best wel kort, zie ik. Nou, wat het is een cardigan vestje. Maar deze kan je dus open dragen. Maar je kan hem ook zo dragen. Dan heb je eigenlijk al een outfit. Maar deze kan je er ook nog onder doen. En ik zag dit bij het model, vond het heel erg leuk. Ik had wel gelezen in de reacties. Ook heel erg belangrijk om te kijken dat hij heel erg klein valt. Dus ik heb een maatje 38 besteld. Ik had gelezen dat deze ook best wel klein is. Ik vind het op zich wel meevallen. Ik denk dat hij eerder te groot is dan te klein. En dan kan je dus overheen dat vestje doen. En ik vond het echt heel erg leuk. Oké, hij staat echt heel erg leuk. Hij zit ook heel erg lekker. Ik ben blij dat ik een maatje groter heb genomen. Want hij is best wel kort zoals je kan zien. En ik zou hem dus zelf boven zo'n leren broek dragen. Dat vind ik wel heel erg leuk. Maar hij past eigenlijk bij alles. En nog één item. De allerlaatste. Oh, oké. Ik weet al wat het is. Het is een beetje zonde omdat ik nu al dat andere leren ding heb. Maar ik wilde heel graag een leren blazer. En ik had een hele mooie leren blazer bij de Zara gezien. En die was best wel duur. Dus toen dacht ik, ik bestel hem gewoon nu bij Shein. Als ik deze niet mooi vind, dan mag ik die van de Zara halen. Maar hij ziet er eigenlijk best wel prima uit. Wat viel er? Oh. Er zitten heel veel dingen, een extra knoop. Dat is wel fijn. Het is namelijk deze leren blazer. En eigenlijk vind ik hem er wel heel goed uitzien. Hij is niet super dik. Dat is wel een beetje een nadeel. En ik vind het ook mooi dat de knopen gewoon zwart zijn. Hij moet natuurlijk nu ook een beetje in model nog vallen. Ik had deze in de maat 36. Maar ik zag deze ook weer bij de reacties en de foto's. En dat vond ik er heel erg leuk uitzien. Ja, deze moet je ook echt in de aanbeelden zien om het goed te kunnen zien. Maar hij ziet er eigenlijk best wel veelbelovend uit. Ook mooi afgewerkt. Oké, de blazer ziet er echt heel erg mooi uit. Hij is wel iets dunner dan die van de Zara. Maar ik vind hem er eigenlijk gewoon echt best wel hetzelfde uitzien. Dus ik ben er echt heel erg blij mee. De lengte is goed. Hij is wel best wel lang. Maar voor de rest, ja, ik vind hem echt heel erg mooi. Heel erg blij mee. Ik ben zo blij met alle items. Ik kan echt even weer vooruit. Het is echt bizar hoeveel dit is. Oké, ik zie echt dat ik al mega lang aan het filmen ben. Ik ben door alle items heen. Ik denk dat het daarom misschien handiger is om gewoon alleen de items te filmen. In plaats van dat ik er ook nog allemaal dingen over ga vertellen. Ik moet er nog even over nadenken. In ieder geval, dit waren alle items van Shein. Check zeker alle linkjes in de beschrijving. En gebruik mijn kortingscode. Dat zou ik ook heel erg leuk vinden. En dan zie ik jullie heel snel weer bij een nieuwe video. Doei doeg!